Welkom bij Liana's Live met acrylverfgieter. In het kader van giet wat je schiet op wat je ziet, ga ik maar weer eens wat testen. Ik heb een tijdje geleden deze box ook aangeschaft bij Zenox, net als de resin, die moet ik ook nog steeds doen. Dit is om dotpainting te gaan oefenen. Maar daarbij heb je een aantal stenen. Maar ik wil eerst de stenen natuurlijk overgieten met acrylverf, voordat ik toch een poging ga doen voor dotpainting. Al denk ik niet dat dotpainting het voor mij is, omdat je dat dus priegelijk werk is en met heel veel geduld moet gaan kunnen doen. Maar ik wil het wel gaan proberen. Dus ik wil zo meteen deze twee gaan gieten. Ik heb nog geen idee hoe, maar dan zien jullie waarvan ik dit dus vandaan heb van de Zenox. Vervolgens heb ik hier een canvasdoek waar ik wel een vernislaag overheen heb zitten. Maar nou, ik vind het toch niet iets voor mezelf om te bewaren of te verkopen. Al weet je natuurlijk nooit wat een ander leuk vindt of tevreden mee is. Maar wat ik hiermee wil gaan testen is, dit zit al een vernislaag overheen. Wat gebeurt er als ik hier gewoon overheen giet? Dus zonder dat ik het eerst op ga schuren. Of zonder dat ik eerst een gessolaag erop doe. Dus dat vind ik wel een hele leuke manier om te testen. Vervolgens heb ik, en ik weet niet of ik dat in deze ene video krijg, maar anders maak ik hier dus twee video's van, heb ik mijn wel onbekende de schaal. Ik wil hier in het midden weer wat gaan gieten. En wat jullie waarschijnlijk ook al hebben gezien, is dat ik sommige video's met muziek ondersteun om toch mijn buitenlandse abonnees tegemoet te komen. Een aantal wil ik het liefst Engels gaan praten, maar dat vind ik, en ja, daar voel ik me ongemakkelijk bij. En waar ik ook mee zit is, dat ik zelf begon, kon ik zelf bijna geen Nederlandse video's vinden. Dus dan denk ik, ja, ik geloof dat jullie het wel fijn vinden dat er iets Nederlands is. Oh, sorry voor de herrie. Want er wordt gewoon bijna in geen één video Nederlands gesproken. Al worden er wel door een aantal Nederlanders ook video's gemaakt. En die hebben natuurlijk duidelijk veel meer abonnees dan ik. Want ja, ik krijg er niet zoveel wat in het Nederlands is. Dat vind ik helemaal niet erg, want ik vind het hartstikke gezellig met jullie. Nou, ik ga beginnen met een soort blauw. Maar het is blauw met groen. Dat heb ik zelf gemengd. En dit is forest green. En dit is Azul Blue, die ga ik erin doen. Ik ga gebruiken een grijs, die heb ik, dit is asfaltgrijs, die heb ik gecombineerd met, wat voor blauw is dit? Blue pigment, cyan blue of zoiets in ieder geval. Die heb ik hiermee gemengd in dit bekertje. Ja, ik had dus grijs, maar die was veel te dun geworden, dus ik moest er wat bij doen en toen dacht ik van, ik doe er maar blauw bij. Nou, dit is ook een mengkleur met azuurblauw. Ik weet het niet. Dit is de azuurblauw. Dan, oh, hebben we natuurlijk nog de babyblauw, de donkerblauw en dat is deze van Reeves. En dan heb ik er denk ik wel genoeg om mee te beginnen. Nou, ik heb het tegeltje erbij gepakt om daar dan maar de stenen op te leggen. Nee, ik denk toch dat ik het hierin moet doen. En oh, er zit natuurlijk weer geen Dimetico tussen mijn verf. Oh, nou ja, dan ga ik het toch maar, oh, tuurlijk knoei ik. Ga ik het toch maar hier, wat niet verstandig is, ik weet het. Ga ik alleen dit keer maar een heel klein beetje erin doen. Ik ga ook maar een klein beetje babyblauw erin doen, zodat het niet te licht wordt. Nou, en dan zoals je ziet heb ik het allemaal in handige flesjes gedaan. Dat vind ik veel prettiger werken als mijn bakjes. En het is natuurlijk goedkoper. Althans, als je dus kleine flesjes cola erin doet. Maar die kleine flesjes cola, die koop je ook bij de Action. Althans, mijn vader, ik kan daar helaas niet komen. Nou ja, helaas, het is misschien ook maar goed voor mijn portemonnee. Maar in ieder geval, daar haal je de kleine flesjes cola. En als je dat dus op hebt gedronken, dan kan je ze dus mooi gebruiken om acrylverf mee te gieten. Of, zoals ik van Loes begreep, die gebruikt de flesjes waar de sinaasappelsap in heb gezeten. Die gebruikt daar, dus die ervoor.
Dat kan natuurlijk ook. En ik ga toch nog even een beetje apart van mijn forest cream erin doen. Hup, ik vul gewoon een beker met allerlei kleuren. En dan ga ik er wel een beetje zilver bij doen. Want ik vind zilver bij een blauw dan toch wel leuk. En ik vind toch zo'n metallic kleurtje erin, zo'n glimmertje. Oh, moet ik niet een hard stukje hebben, vind ik toch wat hebben. Zo, er zit zilver in. En die is ook van de Studio Artist, maar die is inmiddels leeg. Nou ja, daar heb ik nu een bekertje gevuld. Ik pak maar mijn steen. En nou ja, dan leg ik die maar hier op een bekerbakje of zo. Stom, had ik even iets beter moeten nadenken. Of leg ik die gewoon hierover. En dan giet ik er een beetje overheen. En dan giet ik het, als het droog is, de andere kant eroverheen. Dat kan je trouwens zien bij Tasha's Art. Dat is van Natasja. Die heeft ook op Facebook een hele leuke groep. En zij heeft mij besmet met het virus van acrylverfgieten. Dat heb ik dus van haar. En zij doet het trouwens erbij. Zij is voornamelijk dus van de dot painting. En dat doet zij zo mooi. En daarom wil ik het toch ook gaan proberen. Nou, ondertussen zijn de stenen zijn gegoten. En ook een beetje een tegeltje. Even de luchtpilletjes eruit. Nou zit ik alleen te denken, want dan kan ik natuurlijk ook beter dit tegeltje gaan afmaken. Nou ja, dan zetten we die maar eronder. En die, dit wordt in ieder geval, zoals je zal begrijpen, niet één video. Dat gaat niet lukken. Oh, die kan ik er trouwens nu wel. En dan moet ik hem vooral stil. Oh, Liane, pas op met je onhandigheid. Stil. Oh, want het bekertje is natuurlijk hartstikke glad van het verf. Maar ik ga toch even mijn stenen. Oh, boop van zegen. Nou, jullie zien op een foto hierna wat er van geworden is. Nou, ik vind dit toch zonde wat hiermee gebeurt. Nou ja, er zit weer te veel verf in om het in één keer het bekertje om te draaien. Om er een flipcup van te maken. Dus ik ga het weer uit losse hand schenken. Wat jullie weten, dat vind ik nog steeds onwennig. Nou, er zit nu wel genoeg op. En aangezien ik, ga ik dit doen? Of ga ik me... Oh, de tijd schiet op. Nee, dat bewaar ik nog een keer voor een andere video. Hoe je gaat gieten als je dus... Als je al een vernislaag op je doek hebt. Als je dus een doek opnieuw overgiet. Daar komt een andere video van. Want ik zie natuurlijk al, ik moet op mijn tijd letten. Nou, hier kom ik ondertussen dan. Een tegeltje is daarbij voor in de plaats gekomen. Die had ik gelukkig hier aan de zijkant liggen. Ik zat te denken, weet één van jullie hoe je hier nou het beste letters op kan krijgen? Ik heb geen vaste handschrift, dus ik zal het waarschijnlijk met schablonen moeten doen. Maar moet je dat gewoon met een speciale stift, is daar misschien voor? Of moet je het toch met verf doen? Ik heb nog geen idee. Omdat iemand adviseerde mij om er geboortetegeltjes van te maken. Wat ik een super leuk idee vind. Mits ik wel weet hoe ik letters erop moet zetten. Nou. Oh, en dat is nou jammer. Het tegeltje is klaar. Daar doen we nog even snel de brander. Oh, dat is wel irritant hoor, dat je maar die 15 minuten hebt. Maar ja, misschien... Nou ja, het is irritant, maar voor mijn gezondheid is het sowieso beter. En voor jullie gehoor is het ook beter dat jullie niet langer naar mijn geouwe hoer hoeven te luisteren. Maar dat is ook een keuze. Je kan het geluid uitzetten. Een eigen muziekje aanzetten en ondertussen kijken wat ik doe. Want ik denk dat mijn handjes wel genoeg vertellen. Nou, ik ga natuurlijk weer eens veel te lang door met mijn brander. Dat is ook iets wat ik een beetje af moet leren gaan de tijd. Oh, die stenen worden trouwens wel heel mooi. En nu komt dus toch de siliconen
er doorheen, dus daarom pakt het mijn tegeltje niet zo goed. Nou, dit is dus mijn tegeltje. Tadaa! Ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Ik laat het opdrogen en dan zie je het wel. Ik vind de kleuren wel mooi, maar... Ja. Oh, daar heb ik twee ongelijke bakjes. Oh, en dan kan ik niet meer dat groen erin doen, want daar zet ik nu mijn tegeltje op. Nou ja, ik laat hem hier staan. Dan kunnen jullie misschien ondertussen de paar minuten nog kijken wat ermee gebeurt. Nou, mijn verf gaat nu, althans mijn tijd gaat heel snel. En ik voel dat ik te weinig verf heb voor mijn blad. Dus ik gooi even snel al mijn kleurtjes blauw hierin. Zodat het toch wat wordt. En dan gooi ik, ik weet dat dit een beetje te dun is, een andere kleur. Oh, die is heel erg dun. Gooi ik erbij. Dat ik toch dat groenige heb. En dan pak ik toch mijn donkerblauw. Dat is dus de blauw van Reeves met een beetje zwarte verf toegevoegd. Om hem goed donkerder te maken. En dat doe ik nu puur om hier een effect in te krijgen. Alleen, nou merk ik al dat ik lekker veel doorschenk. En ik heb nu nog minder dan 2 minuten om dit uit te schenken. Nou, oké. Dit ga ik niet uit mijn losse hand doen, al ligt er wat op. Kijk, je ziet van alles gebeuren. Ik heb er geen Dimetico meer bij gedaan. Oh, ja, ik kan hem ook zo hard erop zetten dat alles eronder zit. En dan gaan we hem gewoon even... Hoppata. Ik vind het toch wel mooi hoor, dat blauw met dat groen. Nou, het zit hier natuurlijk onder. Mijn kleding zit onder en natuurlijk mijn handschoenen. Maar kan je vast misschien dat bekende duimpje voor me geven als je dit soort video's leuk van Liane vindt. Nou, dit noemen we maar de blauwige kleuren video. Ik weet niet hoe ik dit moet gaan noemen. Ik ben gewoon even lekker bezig. Al kan het eigenlijk niet. Ik had het trouwens helemaal niet verwacht. Ik had echt gedacht dat ik 2 weken totaal niet kon gieten. Maar het is gewoon afkicken. Ik red het gewoon niet. En nou ja, het gaat echt de hele dag slecht. Maar soms heb je zo'n momentje. Ik doe nu trouwens even de rand rol ik door. Dan moet die andere rand natuurlijk opnieuw worden gedaan. Kijk, dan laat ik dit maar aan jullie zien. Van mijn schaal. En mooi hè. Ja, ik vind hem... ik moet zeggen, in het echt is hij mooi dat je beeld voorkomt. Er zit natuurlijk nog een hoop luchtbellen in. Dat ga ik met mijn brander doen. Wat van deze schaal geworden is, dat zie je natuurlijk achter aan deze video. Bedankt voor het kijken. Doei!